Nou, ik begrijp dat mevrouw Ouwehand geweldig is toegejuicht en dat er in plaats van de verwachte 700 mensen waren er 1600 opkomen daar. Dat was dus op zondag. Ik hoop wel dat ze het juiste zaaltje hadden afgehuurd. Ja, want het kan daar vreselijk misgaan. En natuurlijk als ze daar ruzie krijgen op dat congres. De kwaliteitskrant had een heel stuk over mevrouw Ouwehand, waarbij je zegt, nou, misschien dat de bestuur niet deugde, maar mevrouw Ouwehand ook niet. Oh, wat dan? Nou ja, dat is ook weer zo'n geval van 7 medewerkers waarvan de 6 de afgelopen jaren vertrokken waren. Ja, dat ze niet altijd even prettig is in de samenwerking. Maar werd ook uitgelegd wat ze dan gedaan heeft, want de integriteit is nooit... Nou, dat er veel druk werd gezet, slechte humeuren, dat ze perfectionistisch was. Nou, het bekende patroon. Ja, maar is dat slecht? Ja, dat is de grote vraag. Dat is, in principe kan dat best goed werken. Maar als het jarenlang duurt en het is veel te erg die druk, dan... Ik moet je zeggen, als ik zo'n baas zou hebben gehad... Ik heb de ongelooflijke geluk gehad dat mijn bazen eigenlijk nooit geïnteresseerd waren in kordate leiding. Omdat ze andere prioriteiten in hun leven hadden gesteld. Dus je kon je gang een beetje gaan? Ja joh, mijn hele leven kunnen doen waar ik zelf zin in had. Ja, dat vindt iedereen natuurlijk wel fijn. Hartstikke fijn, ik kan het iedereen warm aanbevelen. Maar Ouwehand denkt natuurlijk, en dit is hetzelfde patroon als wat jij terecht zegt van Nieuwkerk en noem ze allemaal maar op... Het presteren van de mensen daaronder heeft van invloed op Ouwehand. En zij komt uit dat stuk. God, ik heb het maar in de krant gelezen. Ik heb er niet bij gestaan. Ik heb ook niet haar medewerkers geïnterviewd. Zij komt uit dat stuk naar voren als bepaald niet zonder blaam in dit hele drama. Ik vond de keuze... En ook dat zij kan best eens misschien... duidelijk maken dat ze het niet zo goed gedaan heeft allemaal. Ja. Als al je medewerkers weglopen, dat is altijd een signaal dat er iets onder fout is. Maar aan de andere kant wel. Hoeveel mensen waren er niet bij de Wereld Draait Door? Hoe hadden die daar niet gewerkt? Duizenden of ja, zo. Ja, heel veel. Het was echt absurd. Absurd. Ik spreek veel mensen af en toe die zeggen, ik heb er ook gewerkt. En dan herkennen ze ook dingen daarvan. Maar Ouwehand stond wel op 10 zetels in sommige peilingen. Ja, dat begrijp ik. Dus nou haar prestatie ze stond, stond al op 8 of zo, dus dat is, zou kunnen. Maar dat is voor Partij voor de Dieren toch wel heel knap. Ja, maar je weet, ik heb er niks mee. Nee, met de Partij voor de Dieren? Nou ja, 0,0. Je broer gaat erop stemmen. Heeft geen regeringsverantwoordelijkheid dragen. Ja, broer gaat erop stemmen om dezelfde reden dat het is een fijne, nette stem. Je hoeft er geen spijt van te hebben. Wie is er nou tegen de dieren? Geen mensen zijn tegen de dieren. Heeft het ons ene reet geholpen in onze slachthuizen? In het transport van dieren over heel Europa? Niets. Nul. Is dat zo? Waar blijkt dat dan uit? Nou, omdat dat voortdurend nieuwe schandalen zijn. Laatst was weer was die in die slachthuizen. Dat gaat helemaal niet fijn. Er is heel weinig toezicht. Dat is ook allemaal, ja, sorry dat ik de langsweerplaat op moet zetten, maar dat hele fijne idee dat al die slagers maar hun eigen vlees moesten keuren, dat de overheid zich daar maar niet te veel mee moest bemoeien. Ja, dat is ook een slachthuis, daar is ook onvoldoende toezicht. Maar had Ouwehand hier dan iets aan kunnen doen? Nee, zolang ze natuurlijk alleen maar hele mooie dingen zegt in de Kamer en niet regeringsverantwoordelijkheid neemt. En maar dat wilde zij wel, hè? Zij wel, ja. Het bestuur maar dat weg is. Het bestuur is. Wou dat niet. Maar die zijn nu weg. Ja, Oké, dus ik hoop dat ze nu ook verantwoordelijkheid gaat nemen. Ik heb niks met die linkse partijtjes die... En nu ook weer de SP, zo kinderachtig, niet waar. In principe zeggen ze dan dingen die volkomen juist zijn en dan kiezen ze toch weer voor de dorpspolitiek. Ja, we gaan geen vuile handen maken. Politiek is vuile handen maken. Ja, dat zei Marijnus van, we hebben het al jaren over bestaanszekerheid. Ja, daar heeft ze groot gelijk in. Daar heeft ze volkomen gelijk in. En vervolgens gaat ze dan allerlei kritische dingen zeggen, zodat je al absoluut leeft van tevoren zeker weet dat ze dus gewoon in de oppositie blijft. Ik heb het al een keer 100 keer uitgerekend. Doe al die kleine linkse partijtjes in een groot blok. Nee, die kunnen niet allemaal hun gelijk krijgen. Nee, dat kan niet. Zo is het in de wereld geregeld. Ik krijg ook niet altijd gelijk. Hè? Behalve van jou dan natuurlijk. Maar, en van die meneer, niet te vergeten. Dus nee, ik heb niks. Ik heb ook geen allerlei linkse geluiden. Als je verder geen verantwoordelijkheid draagt in de politiek, daar geef ik geen cent voor. Waarom wil de SP eigenlijk niet meedoen?
Ja, god, omdat het... denk aan die Timmermans, waar ze altijd op gebeten zijn geweest. Hè? Ja, stom. Ja. Oh, stom. Maar ik zou toch ook denken, als ik dan SP'er ben, ik stem op je die partij. Volgens mij had je in de SP ook wel mensen zoals, zo heet die nieuwe commissaris van de Koning in Limburg, in Roemer. Die heel, laten we zeggen, samenwerkingsgezind was. Ja. Nou ja, 38 zetels had hij toen een keer in die peiling. Ja, die zijn ze snel kwijtgeraakt. Ja, ja. Maar als ik toch op de SP zou stemmen, dan zou ik toch denken, als ze niet mee willen doen, waarom zou ik op ze stemmen? Dan ga ik lekker naar Timmermans toe. Ja, dat zou ik ook denken. Ja. Daar heb ik nooit de impuls gehad om op de SP te stemmen. Dus dat, nee. Overigens nog even één punt, want dat wordt vaak in ons gevraagd en ons ook verweten. Hè? Mensen denken dat wij door Timmermans gevraagd zijn om hier positieve propaganda te houden. Ja. Dat wij heel kritisch zijn op de VVD bewust en dat Timmermans ons heeft ingehuurd om hier reclame te maken voor zijn partij. Ik zal het misschien nog eens een keertje uitleggen. Ik ben al zolang als ik over politiek heb nagedacht, ben ik een hele gematigde sociaaldemocraat. En daarin is in de loop der jaren geen verandering gekomen. Dat ik een thuisloze figuur ben geworden, politiek gesproken, ligt aan het feit dat de PvdA zich mijns inziens niet gehouden heeft aan de regels die gelden voor een fatsoenlijke sociaal-democratische partij. Door 5 jaar lang te regeren met, neemt u mij niet kwalijk weer, met de VVD. En dat heeft de meest verschrikkelijke dingen bewerkstelligd. Ik was notabene landelijk lijstduwer. Waar ik mij ook wel een klein beetje voor schaam zelfs, dat ik daarmee, dat is ook onzin om van medeverantwoordelijkheid te spreken, maar nogmaals, ik ben nog steeds een traditionele, vrij behoudende sociaaldemocraat.